dat Paul de Leeuw in het Arnhemse Gelredome volop bezig is met zijn Sinfonica in Rosso-concerten zal u niet ontgaan zijn. De BN'ers overigens ook niet. Net als bij de première afgelopen zaterdag waren bekende vrienden van Paul ook vanavond weer uitgenodigd om mee te swingen. Wat het leven zo mooi maakt, gaat meestal veel te snel voorbij. Sinfonica in Rosso, dat zaterdag begon, is zo onderhand een traditioneel dagje uit voor de sterren. En dus zijn ze er vanavond weer allemaal bij. Voor het Gelredome staat een klein podium waar Jamai de wachtende mensen vermaakt met swingende nummers. Jamai dus buiten, terwijl Paul de Leeuw straks binnen op een groot podium mag schitteren. Jamai misschien stiekem een beetje jaloers? Nee, ik vind het al eer dat ik hier mag staan. Dreetje Hazes komt samen met zijn moeder en Carlo Boshart. De familie Hazes kwam Carlo toevallig tegen onderweg en dus zijn ze maar samengekomen. Maar Carlo is sowieso niet alleen, zijn moeder is ook mee. En die is eigenlijk best wel een beetje bang voor Paul de Leeuw. Ma! Ze is altijd bezig met jassen. Dit is een documentaire op zich. Dat daar nog geen reality soap van is aan te zien. Er komt een boeiende vraag voor je. Oh ja, goed. U bent een beetje bang voor Paul de Leeuw? Ja. Waarom? Ja, waarom eigenlijk? Ja, ik weet niet. Ik vind hem zo goed. Stiekem een beetje verliefd op hem. Nee. Helemaal niet. Maar ik vind hem geweldig. Ik valt niet op dik en kaal. En dat terwijl Carlo en zijn moeder Paul al heel lang kennen. En ik ken hem al van vroeger van de open bak. Toen was Ron en Carlo waren altijd bij de open bak. Traden ze op en was Paul er eigenlijk al. Ik ken Paul heel lang. Ja, ik ken Paul al vanaf mijn, ik geloof 16 was of zo, dat ik hem voor het eerst zag. Dreetje Hazes droomt ondertussen van een gouden carrière met als hoogtepunt Sinfonica in Rosso in het Gelredome, net als Paul de Leeuw. Ja, natuurlijk. Ik denk dat het de grootste droom is van iedereen die zanger wil worden. Sascha Visser werd vorige week gebombardeerd tot de nieuwe VJ van TMF. Maar vanavond komt hij niet alleen voor de muziek. Maar hij is gewoon even lekker weg met zijn eerst nog wat verlegen vriendinnetje. Kom heel even bij anders. Want jullie gaan gezellig een avondje samen uit. Ja. Gebeurt dat vaak of heb je het zo druk dat je daar eigenlijk geen tijd voor hebt? Nou, door de week vaak genoeg. Door de week is het druk, maar we gaan vaak genoeg wat leuks doen hoor. Net als al die andere BN'ers die vanavond genoten van alweer een bomvol Sinfonica-concert in het Gelredome. Wij waren er natuurlijk weer niet bij, want wij moesten weer eens werken. Ja.